Hybride onderwijs. Hoe pak je dat aan? Bij hybride leren volgt een deel van de studenten de les in de klas, terwijl de andere studenten de les online volgen, vanuit huis of een andere locatie. Hoe pak je dat dan aan? Welke tools kun je gebruiken? Als je als docent offline en online leeractiviteiten goed voorbereidt en inzet, kunnen hybride lessen de beste dingen combineren van face-to-face lessen met online leren. We krijgen ideeën aangereikt van twee ervaringsdeskundigen. Estella Griffioen werkt als onderwijskundig adviseur bij Hogeschool in Holland. Daarnaast heeft zij een eigen onderwijskundig adviesbureau, Didactivate. Van daaruit helpt zij organisaties innoveren door hun trainings-, opleidingsaanbod of strategie naar een hoger plan te tillen door de inzet van online learning, blended learning, ICT en of activerende didactiek. Estella gaat ons laten zien hoe hybride onderwijs eruit ziet en wat je ermee kunt bereiken. Jasper Hoijmeijer geeft sinds kort lessen in hybride vorm. Hij werkt op de HVA als docent bij faculteit Onderwijs en Opvoeding en deelt met ons hoe je dit het beste doet. Dit is de live webinar Hybride Onderwijs. Dames en heren, welkom bij het vijfde webinar, de vijfde in de reeks over digitale didactiek. We gaan het vandaag hebben over hybride onderwijs en hoe je dat goed kan organiseren. Naast mij zitten, zoals net zijn geïntroduceerd, Jasper aan de ene kant en Estella. Wij gaan jullie de komende drie kwartier uur meenemen in de wereld van hybride onderwijs. Deze webinarreeks wordt georganiseerd door de DLO Innovatiepartners, Digital Society School, HVA Academie en mede mogelijk gemaakt door dienst Webcolleges. Ook in het kader van de hybride onderwijs is dat een interessante club om in je achterhoofd te houden om jullie te ondersteunen voor de technische kant van de hybride onderwijs. Dus dat is al de eerste tip die jullie in de introductie meekrijgen. Hybride onderwijs, iets wat je misschien al hebt horen rondzingen in de HVA, iets wat in de onderwijswereld al lang bestond, maar nu wat meer aandacht begint te krijgen in de coronatijd. En wat is het precies? Estella gaat straks definiëring wat meer op een rijtje zetten. Maar het gaat erom dat een gedeelte van je klas fysiek aanwezig is en een gedeelte van je klas online, digitaal aanwezig is in je les. Nou ja, dat biedt mogelijkheden, maar dat biedt ook uitdagingen en problemen. En misschien handig om te weten is dat het iets is wat in ontwikkeling is. Dus we zijn met z'n allen als onderwijsinstellingen zijn we op zoek naar van wat is het nou precies, hoe kunnen we dat goed vormgeven en wat kunnen we van elkaar leren. Nou, om die reden organiseren we dit webinar met twee sprekers die al ervaring hebben opgebouwd in hybride leren. Estella, die heeft al daar onderzoek zelfs voor gedaan samen met SURF. En Jasper heeft als docent van de HVA de eerste stappen gezet in hybride onderwijs. En ik denk dat het super interessant is om die twee verhalen samen in de mix te gooien en daarvan te gaan leren. Nou, als eerste wil ik graag Estella het woord gaan geven om ons mee te nemen in wat ik al zei, de definiëring van wat de hybride leren nou precies is. De verschillende varianten van de hybride leren, van een hybride klaslokaal en dat soort zaken. Dus ik denk dat dat een heel goed startpunt is om ons webinar te beginnen. Dankjewel, Thies. Nou, ik vind het hartstikke mooi om jullie tijdens dit webinar mee te mogen nemen in de wereld van hybride onderwijs. De wereld die wij COVID natuurlijk verantwoordelijk is geweest, dat een boost heeft gekregen. En om dat te doen, vind ik het wel even belangrijk om jullie in eerste instantie te laten zien de twee manieren waarop onderwijsruimtes op dit moment binnen hogescholen en universiteiten toch best wel veel worden ingericht. Waarbij dus studenten zowel fysiek als online kunnen participeren. Nou, daarvoor heb ik een schets voor je, hoe dat er dus uitziet. Nou, enerzijds wil ik ingaan op de Connected Classroom. En de Connected Classroom is de situatie zoals je hier ziet afgebeeld. En een aantal lokalen die zijn aan elkaar gekoppeld middels software en techniek. De docent staat in dit geval in lokaal D en die geeft daar zijn les. En daar gebruikt hij natuurlijk activerende didactiek voor. De les die de docent geeft in lokaal D is ook zichtbaar in lokaal A, B en C. En samenwerkend leren kan bijvoorbeeld heel mooi plaatsvinden in de andere lokalen. De docent kan natuurlijk op het moment dat die lokalen bij elkaar gelokaliseerd zijn, bijvoorbeeld op dezelfde verdieping, kan die, wanneer de studenten aan de slag zijn met bepaalde activerende werkvormen, rondlopen en eventueel nog bijsturen.
Een andere mogelijkheid is zo'n connected classroom, zoals je hier ook weer afgebeeld ziet, maar dat de docent dan in een aparte werkruimte aanwezig is. En dat kan een leeg lokaal zijn, dat kan een studio zijn, maar dat zou ook kunnen zijn dat de docent aanwezig is, gewoon thuis in zijn huiskantoor. Hè? Omdat hij mogelijk in quarantaine moet in verband met corona of met andere oorzaken. De studenten zijn op dat moment dus wel fysiek aanwezig op de locatie, waardoor toch in hun behoefte voor fysieke nabijheid en fysieke interactie er wordt voldaan. En kunnen op die manier de les bijwonen. Een andere mogelijkheid is natuurlijk nog steeds je Connected Classroom, maar hierbij zijn er dus ook nog studenten virtueel aanwezig. Studenten die misschien wel coronaverschijnselen hebben of wegens andere redenen thuis moeten zitten. Nou, in dat geval kunnen die dus ook prima participeren in deze context, dus ook weer met deze technologie. Nou, ik heb het nu met je gehad over de Connected Classroom en hoe je dat kunt inzetten. Maar we hebben ook het 3 hybride klaslokaal. En daar gaan we vandaag dus wat meer op in. Want daar heeft Jasper onlangs ook ervaring mee opgedaan. En die gaan ons daarin meenemen. Nou, het hybride klaslokaal, dat is dus ook al wat Ties aangaf. De docent is aanwezig in een klaslokaal. En in dat klaslokaal zijn dus ook fysiek studenten aanwezig. Nou, door de beperkingen die ons op dit moment zijn opgelegd, zijn dat dus wat minder studenten als normaal. En andere studenten kunnen wat dat betreft dus virtueel participeren. De docent die geeft op dat moment dus les aan studenten die fysiek aanwezig zijn en studenten die virtueel aanwezig zijn. En je ziet aan de rechterkant ook nog eens 3 verschillende blokjes. En dat wil aangeven dat je dus ook nog steeds in die virtuele ruimte bij wijze van spreken gebruik kunt maken van breakout rooms, zoals we in online onderwijs inmiddels gewend zijn. Nou, heb je nu helder wat een hybride klaslokaal is en dan kunnen we daarop doorgaan. Hier zie je nog een plaatje hoe dat eruit kan zien, als je dat nog niet in een fysieke setting hebt gezien. Maar goed, dat hybride klaslokaal. Wat zijn daar nou de kansen voor? Wat kan je daar nou mee? Wanneer zou je dat nou voor jouw onderwijs willen en moeten gaan inzetten? Nou, het voldoet in een aantal behoeftes. Hè? Enerzijds die sociale behoeften. Het feit dat studenten, maar ook jij als docent, echt wel die connectie nodig hebben met die studenten om je toch wat lekkerder te voelen. En wat dat betreft zijn we toch een soort met van kuddedieren. Iets anders is vaardighedenonderwijs. Vaardigheidsonderwijs kunnen we voor een deel natuurlijk online organiseren, maar een ander deel lukt dat niet. En als je dat dan in een fysieke setting, middels een hybride classroom, in ieder geval een deel van de klas fysiek kan laten organiseren, ja, dan is dat natuurlijk fantastisch om op die manier te doen. Nou, en dan hebben we nog, hè, dat zie je rechts onderaan, praktijkonderwijs. Sommig praktijkonderwijs, zoals hier voor een opleiding verloskunde of techniekopleidingen, ja, die lenen zich niet zo goed voor online onderwijs. En dat wil je dan dus ook op een andere manier gaan organiseren. En ook daarvoor kun je die hybride klasroom dus gebruiken. Maar daarnaast biedt het ook nog een andere kans. De kans voor bij wijze van spreken het participeren van studenten, hè, die op dit moment niet kunnen deelnemen. Omdat ze, dus wat ik al zei, op dit moment in quarantaine zitten. Of, een hele mooie kans vind ik, internationale studenten. Het is dus middels zo'n hybride klasroom is ook mogelijk dat studenten ook weer samenwerken met studenten uit andere landen. Nou, dat waren even de kansen die ik met name zie en heb ondervonden met betrekking tot zo'n hybride klaslokaal. Maar goed, een kans heeft daarentegen natuurlijk ook weer uitdagingen. En daar wil ik nog even bij je op ingaan. Want kijk, ik heb ze hier even kort op een rijtje gezet en dit zijn containerbegrippen die ik wat verder aan je wil toelichten. Want het betrekken van studenten, hoe doe je dat nou? Dat is gewoon lastig. Dat is lastig in de online setting en dat is ook nog steeds wel lastig in de hybride context. Want uit onderzoek blijkt ook dat studenten die in een hybride onderwijssetting, dus virtueel deelnemen, dat die zich wat minder betrokken voelen. En daarnaast heb ik ook ervaren dat het betrekken van studenten die virtueel aanwezig zijn gewoon echt een uitdaging is voor de docent. Daar moet je continu van bewust zijn dat die studenten daar ook nog zijn. Dat kan je nog wel eens vergeten. En dus dat is een aandachtspunt. Dan vervolgens de techniek en didactiek. Ja, techniek, daar moet je mee om leren gaan. Daar moet je ervaring mee opdoen. Je moet je daar steeds vertrouwder in gaan voelen. En in het begin, als je zo werkt met zo'n hybride klasroom, gaat er misschien iets verkeerd.
En weet je, als er iets verkeerd gaat, dan leren we daar ook weer van. He, wij als docenten zitten ook in een leerproces wat dat betreft. En daar moeten we ook niet te bang voor zijn. Gewoon lekker aan de gang en gaan oefenen. Maar zorg dan ook wel voor, bij wijze van spreken, goede ondersteuning. Maar bereid je ook didactisch goed voor. Nou, ik ga zo meteen nog in op een aantal tips die ik je mee wil geven om lekker aan de slag te kunnen gaan met zo'n hybride omgeving. Als laatste puntje, de belasting van de docent. Nou, het woord cognitieve belasting hebben we waarschijnlijk wel eens van gehoord. Hè? Het feit dat sommige dingen gewoon best wel zwaar zijn om echt te behappen en om mee aan de slag te gaan voor een docent, maar ook voor een student. Jij als docent moet je dan zo wel richten op enerzijds de studenten die fysiek aanwezig zijn en de studenten die virtueel aanwezig zijn of online aanwezig zijn. En dat vraagt nogal wat van je. En vooral in het begin, als je die ervaring nog niet zoveel hebt opgedaan, daar nog geen routines in hebt ontwikkeld, dan is dat gewoon best wel heftig. He, dus dat zijn uitdagingen waar je dus ook voor staat. En ook de voorbereiding. Het voorbereiden van een hybride les kost wat meer tijd als het voorbereiden van een online les. Want daar heb je nu ook al veel meer ervaring mee opgedaan natuurlijk. En los van het feit dat je natuurlijk de hybride les activerend wil inzetten. Want daar leent zo'n ruimte zich ook wel voor. Nou, en dit waren even kort samengevat de uitdagingen die ik dus zie voor zo'n hybride leeromgeving. Maar goed. Ik heb ook nog een aantal leuke tips voor je. En als je met die tips aan de slag gaat, dan denk ik dat, dat je echt wel leuke dingen kunt gaan doen met zo'n hybride klaslokaal. 1. Je ziet hier drie symbooltjes. Dat vind ik leuk om aan de hand van die symbooltjes mijn verhaal wat meer te structureren. De voorbereidingstijd. Het voorbereiden van je college kost gewoon wel wat tijd. En ruim daar dan ook tijd voor in. En naarmate je meer ervaring hebt opgedaan, gaat je dat natuurlijk ook weer minder tijd kosten. Nou, een hybride onderwijsruimte, net als online onderwijs, daar kun je het best over nadenken in het kader van synchroon, dus live onderwijs, en asynchroon onderwijs, dat is onderwijs buiten je klaslokaal in. Dus dat je de studenten dus ook zich laat voorbereiden op de les, op het les, en in dit geval is het dus in een hybride klaslokaal, en dat je tijdens het lesmoment lekker actief met de studenten aan de slag kunt gaan, samenwerkend leren kunt inzetten en dus ook weer aan de slag kunt gaan met die sociale interactie van de studenten. Houd daarbij ook rekening met de vijf fases van effectieve didactiek van Melander. Nou, daar ga ik nu even niet verder op in, maar effectieve didactiek en goed nadenken over didactisch verhaal, het doel wat je wil bereiken met je hybride klasroom, is wel essentieel. Nou, als je aan de slag gaat met die studenten in zo'n hybride klaslokaal, zorg er dan voor dat die studenten een laptop meenemen. En dat vergeten ze misschien omdat ze fysiek les hebben. Maar op het moment dat zo'n student een laptop bij zich heeft, kan die ook daadwerkelijk in bewijs van spreken een breakout room met een student die online participeert aan die les samenwerken. Nou, en je ziet dat handje met dat hartje erboven, ondersteuning. Binnen jouw instelling is ongetwijfeld ondersteuning beschikbaar. IT-ondersteuning en didactische ondersteuning. Ga er naar op zoek. Pak dat lekker aan. En zodat jij je wat comfortabeler voelt. En vooral de eerste keer dat je hiermee aan de slag gaat, is het best wel fijn als je iemand achter de hand hebt die je daarmee kan helpen. Of je doet het samen met een docent. Dan doe je het voor de eerste keer. Gewoon met twee docenten. Dus nou, het hoofdje met die radar, daarmee wil ik aangeven. Denk het allemaal goed uit. Ga het bijvoorbeeld scripten voor jezelf, als dat bij jou past. Nou, dan zie je nog het klokje. Het is gewoon heel erg fijn voor jou in zo'n fysieke setting om wat eerder aanwezig te zijn in een klaslokaal en wat later te vertrekken. Zodat jij ook gewoon even wat chit-chat, gewoon even wat gesprekjes met zo'n student kunt vormen. Dat zorgt ook weer voor die sociale binding tussen jou en die studenten. Nou, en als laatste, de drie reageerbuisjes. Ga gewoon aan de slag. Ga experimenteren. Weet je, we worden allemaal groter met vallen en opstaan. Experimenteren, dat is gewoon echt key. En als het een keertje misgaat, ga dan niet met de pakken neerzetten. Maar get yourself together en ga gewoon weer verder. En, want daar heb je weer van geleerd. En nou ja, ik denk met deze tips kun je echt wel weer een stuk verder komen. En denk ik dat zo'n hybride klasroom misschien ook wel heel erg leuk is voor jou om te gaan gebruiken. Mooi rond verhaal stellen, dankjewel.
Super, ook fijn dat je eindigt met concrete tips voor docenten. Ik kan me voorstellen als een docent nu zit te kijken, die heeft op een gegeven moment, gaf je aan, hè, de kansen van waar zou je hybride onderwijs kunnen inzetten. Maar ik kan me ook, waar trek je dan de lijn? Wanneer zeg je van, hier zou je het echt moeten gaan overwegen dat je hybride onderwijs gaat geven? Bijvoorbeeld nu met die corona-context zeg jij van, sowieso hè, zou dat misschien meer standaard moeten, omdat er gewoon een gedeelte van de studenten afwezig is, dat we dat moeten gaan aanbieden? Of zeg jij van, nou, dat zou ik niet standaard gaan doen, maar waar trek je de lijn van, wat moet hybride, zeg maar? Nou, het ligt er ook echt aan wat je onderwijsdoel is. Het ligt eraan, wat wil jij nou eigenlijk met je onderwijs gaan bereiken? Mm-hmm. En past een hybride setting daarbij? Maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld eerstejaarsstudenten die net binnenkomen, dat die echt die behoefte hebben aan die sociale interactie. En dat je daar dus bijvoorbeeld zo'n hybride klaslokaal heel erg leuk voor in kan zetten. En dat daar ook heel goed bij aansluit. Of misschien juist in de laatste fase van hun studie, dat een aantal studenten fysiek aanwezig zijn, die bij spreken met z'n allen het gesprek aan gaan over die scriptie. En dan nog een aantal studenten die dat in een virtuele omgeving doen. Ja. Hey, en ik hoorde je ook wat zeggen over betrek studenten bij de les. Lijkt mij als docent best wel moeilijk om dat te gaan doen. Want je bent dus al, je hebt de camera voor je neus staan of de laptop. Hangt een beetje vanaf hoe je dat allemaal vormgegeven hebt. Je hebt mensen in het klaslokaal die op je reageren, die non-verbaal op je reageren. Hoe kan je jezelf helpen als docent om ook die digitale groep aanwezig te activeren en erbij te betrekken? Nou, door je onderwijs goed voor te bereiden, je les goed voor te bereiden. En dus ook voor te zorgen in die ideale situatie dat je geen theoretische kennisoverdracht hoeft te doen op dat moment. Maar juist al opdrachten hebben waar de studenten mee aan de slag gaan. Dat is denk ik wat mij betreft de ideale situatie. Ja, en dat je dus ook in die opdrachten al verwerkt hebt dat er een digitale groep studenten is. En dat je daarover na hebt gedacht hoe je die studenten bij die opdracht ook activeert. Laat meeoogsten en interactie gaat te laten En bijvoorbeeld dat je van tevoren ook al de groep hebt samengesteld, Ties. Ja. Net wat je zegt. Ja. Jasper, ik ben even nieuwsgierig naar jou. Je hebt het verhaal van Estella aangehoord. Je hebt die reageerbuisjes, daar sta jij nu, zeg maar, toch? Je bent aan het experimenteren ermee. Je hebt je eerste ervaring gehad. Herken jij dingen die Estella zegt? Dan zeg je van, joh, in dat verhaal zijn een paar dingen die ik ook wel even uit wil lichten. Dat ik denk van, ja, dat zijn echt punten die ik nu ook ervaar. Ja, ik herken heel veel dingen eigenlijk. Okay. Dankjewel, Ties. Ja. Ik herken in ieder geval het experimenteerdeel. Dus dat je niet bang moet zijn om te proberen. Je hebt, dat noemen we de growth mindset. Je leert van dingen doen en de fouten die je maakt. Eigenlijk leer je daar het meest van. Dus tijdens mijn eerste hybride les heb ik ongetwijfeld 100 fouten gemaakt. En daar haal ik de grootste uit of degene waarvan ik zeg, hey, daar kan ik het meeste mee doen. En de volgende hybride les pas ik dat weer aan. Ik ben leraaropleider, dus ik vertel mijn studenten altijd, experimenteer. Ga aan de slag, kijk wat werkt, kijk wat niet werkt. En als het niet werkt, dan pas je het aan. Als het wel werkt, hou je het vast. Dat is eigenlijk een beetje hoe het werkt. Ja. Wat ik ook wel mooi vond, wat Estella al zei, zo'n hybride werkvorm, voor welke studenten is dat nou belangrijk? Nou, voor eerstejaarsstudenten is het heel belangrijk dat zij binding krijgen met het instituut waar ze in zitten. Vanuit onderzoek blijkt dat de eerste 100 dagen van de opleiding enorm belangrijk is om een binding te krijgen om je studenten vast te houden. Je wil eigenlijk zo min mogelijk uitval hebben. Je wil ervoor zorgen dat studenten een band krijgen met de opleiding die er is. Dat is al een uitdaging in een normale situatie. Mm-hmm. Maar dan met de COVID-19 situatie waar we in zitten, dat alle studenten thuis moeten zitten en online hun lessen volgen, wordt dat nog een grotere uitdaging. Ja, dus jij geeft eigenlijk aan van naast de didactische doelen die je kan hebben om het in te zetten, is dat grotere doel van binding met de opleiding, waar we overigens ook een webinar voor hebben klaarstaan, als je daar meer over wil weten, dat je die ook mee kan nemen in je overweging. Ja, zeker. Ja. Het is los van alle kansen die het heeft op techniek en didactisch, is het ook gewoon een pedagogisch instrument. Hè? Je wil feeling houden met waar je naartoe gaat. Mm-hmm. En als onderwijsprofessional wil je dat al, maar je gunt het je studenten ook om die feeling te hebben. Ja. En voor hen is het al een heel raar jaar, dus maak het wat zachter voor ze. Ja, dat mooi. En daar helpt dit enorm bij. Ja. Ik ga nog even één keer de camera inkijken ook. Ik wacht even tot de camera ook naar mij toe staat. Yes. Want ik ben vergeten Peter te introduceren. Besef me een minuutje of 5 geleden. Peter die zit achter onze chat. En jullie hebben waarschijnlijk de mensen die al een vraag hebben gesteld, die hebben hem al terug zien beantwoorden.
En ik wil eigenlijk Peter even introduceren en jullie nog even de kans geven om vragen in de chat te zetten. Peter die zal waar nodig de vragen, of waarvan hij denkt van god, dat is interessant om in het gesprek mee te nemen, zal die aan in de chat. Dus Peter, ik ga je nog niet het woord geven. Ik wil mensen nog even de tijd geven om vragen te stellen. Of heb je al wat interessante vragen, Peter? Ja, Thies, dankjewel. Ja, er is wel een interessante vraag, ja. Okay. Wil je die al horen? Ja, gooi hem maar erbij. Ja, nou, ik vind hem wel heel relevant. Welke doelen lenen zich goed voor zo'n hybride les? Want je kunt niet alles bereiken, lijkt mij. Ja, en bij doelen, dan, ik interpreteer hem eventjes als de didactische doelen. Dus bijvoorbeeld kennisoverdracht, toepassing, analyse, synthese, weet je, dat zijn dingen die dan bij mij opkomen. Ik zie jou al een beetje knikken, Stella, van goh, hier heb ik iets over te zeggen. Bij welke doelen zou je zeggen van daar is hybride onderwijs geschikt voor? Nou, het toepassen van kennis, hè, toepassen en het ervaring opdoen met bepaalde situaties, daarvoor leent een hybride setting zich uitstekend. Hè, denk ook weer in het voorbeeld wat ik al gaf, praktijkonderwijs, vaardighedenonderwijs, et cetera. Maar ook natuurlijk samenwerkend leren. Op het moment dat je die student gezamenlijk een bepaald product laat ontwerpen of een opdracht laat schrijven, dat past daar ook heel goed bij. Deze setting zou je in theorie kunnen benutten voor theoretische kennisoverdracht. Maar ja, dat zou ik toch echt liever in een asynchrone situatie zien. Dus dat je dat bij spreken via kennisclips gaat benutten. Omdat je die best wel waardevolle contacttijd ook echt effectief wil gaan benutten. Dus een asynchroon kennis delen in bijvoorbeeld een kennisclip leent zich dan echt een stuk beter voor die kennisoverdracht. Ja, een helder antwoord. Oké, en dan geef ik jullie in de tussentijd de tijd om nog meer vragen te formuleren. Ik denk dat het ook interessant is, en dan kijk ik een klein beetje naar jou Jasper, maar ik kan me ook voorstellen dat jij daar input over kan geven, Stella. Hoe is het voor studenten om in zo'n les te zitten? Heb jij na die eerste ervaringen, heb je de studenten ook gesproken? Bijvoorbeeld de studenten die ook, daar ben ik dan nieuwsgierig naar, die dus ook thuis zaten, heb je ze gesproken en wat vonden ze ervan? Ja, dat is eigenlijk iets wat ik in aan het eind van al mijn lessen doe, is vragen hoe ze het ervaren hebben. En zeker nu online, hoe dat werkt. Nu, omdat het mijn eerste hybride les was, heb ik ook gevraagd, hoe was dit nou? De schakeling tussen mij met de fysieke groep, maar ook met de groep die online zat. En eigenlijk vond het wel leuk. Ik weet dat mijn studenten die in het lokaal waren, die vonden het fantastisch om weer in het gebouw te zijn. Of weer, om in het gebouw te zijn. Eerstejaarsstudenten, dus die komen er eigenlijk niet zo vaak. En de studenten die online waren, vonden het heel prettig dat ze mij in beweging konden zien. Dat ze me eigenlijk helemaal konden zien in plaats van alleen maar mijn hoofd. Niks mis met mijn hoofd, maar het hele lijf erbij is ook wel leuk om dat mee te maken. En die vonden de dynamiek ook heel erg prettig. Om gewoon te zien, je beweegt, je maakt interactie met mensen en je maakt ook interactie met ons. Dus dat vonden ze wel prettig. Waren er ook dingen die beter konden? Ja, het geluid was niet altijd even goed. En dan met name, ze konden mij op zich wel goed verstaan, maar de interactie, als zij iets wilden zeggen, dan dat konden we niet goed horen. Dus daar hadden we moesten we iets anders voor verzinnen om dat te gaan doen. Ja, dus dat is iets om mee te nemen voor de volgende keer, zoals je zegt. Ja, zeker. Ja. Hey Peter, zijn er in de tussentijd nog vragen binnengekomen die we kunnen meenemen in het gesprek? Er is een vraag, ja, maar die komt zo meteen nog aan de orde, weet ik. Dus die parkeren we eventjes. Ja, die parkeren we eventjes. Ja. Heel goed. Ik denk dan dat het nu een mooi moment is, Jasper, om wat meer in te zoomen op jouw eerste ervaringen. En te horen hoe jij dat hebt opgetuigd allemaal en wat je is opgevallen bij de eerste lessen die je hybride hebt gegeven. Oké, dan ga ik los. Ik heb het nu twee keer in hybride les gegeven. Wat ik nu ga vertellen is ervaring. Maar met name ook heel veel dingen die niet goed gingen en een aantal dingen die wel heel erg goed gingen. Ik beschrijf even de eerste les. Dat was met mijn SVB-groep, dat was de eerstejaarsgroep. Dat zijn 30 studenten, waarvan ik een derde in het lokaal had en twee derde zat thuis. Nou, wat heb ik gedaan in mijn voorbereiding? Nou, mijn PowerPoint met mijn doelen, mijn lesdoelen, mijn activiteiten, et cetera, die had ik al gemaakt. En ik heb een Teams-link aangemaakt voor die ene les. Vervolgens heb ik mijn studenten die Teams-link gemaild en gezegd, op moment supreme, dus zodra de les begint, klik je op de link, dan gaat die open en dan kun je de les volgen. Fysiek ben ik inderdaad eerder het lokaal ingegaan, dus wat Stella al aangaf als tip. Zorg ervoor dat je wat eerder in je lokaal bent, zodat je de dingen op kan zetten.
Nou, dat was bij mij relatief simpel. Ik dacht, ik doe niet al te ingewikkeld, ik hou het simpel. Ik pak mijn laptop, die sluit ik aan op de AV-module die in het lokaal staat. Zodat ervoor gezorgd wordt dat datgene wat op mijn laptop staat ook op het grote digibord geprojecteerd wordt. En dat is het. Meer heb ik daarvoor niet gedaan. Wel even ervoor gezorgd dat ik goed in beeld was. En ik heb de webcam gebruikt als camera voor mezelf. Toen begon de les. Mijn studenten druppelden binnen. Gingen zitten keurig op de 1,5 meter afstandplek. En zo ja, de les begon en de online studenten druppelden ook binnen. Het grappige is, maar dat zal je met online lessen ook wel herkennen, is dat er natuurlijk een aantal studenten te laat kwamen. Dat kon je ook heel leuk zien. Dus dat leverde mooie momenten op tijdens zo'n les waarbij ik zei, hey, je bent heel laat. Waar kom je vandaan? Had je de trein gemist? Nou, dat soort flauwe grapjes, die interactie kan je natuurlijk er wel altijd in gooien. En toen ben ik begonnen met mijn les. Ik heb mijn doelen verteld, mijn lessen gedaan. En vervolgens aan studenten in de klas een Socratisch gesprek gevoerd. En altijd in mijn achterhoofd wel bedacht, nou ja, ik moet ook wel voor zorgen dat de mensen thuis daar ook bij betrokken blijven. Dus als een soort van showhost ben ik daar maar gaan staan. Dat vind ik ook gewoon heel leuk om te doen. Dus dat is ook een klein beetje mijn ding. Maar ze daar ook wel proberen bij te betrekken. En toen liep ik tegen technologisch punt 1 aan. En dat is dat de speakers van de laptop zich niet lenen voor een groot lokaal. Wat er gebeurde, op de een of andere manier wilde het geluid niet over de AV-module gaan. Dus niet via de speakers die in het lokaal hangen. Dus als mijn studenten thuis iets zeiden, dan klonk het heel blikkerig en enorm ver weg. Dus dat is iets om mee rekening te houden, dat eens anders moet. Dus de volgende keer moet ik ervoor zorgen dat het geluid vanuit huis ook goed het lokaal ingeslingerd wordt. Niet getreurd, ik kon het op zich wel horen. Dus als ik iets vroeg, dan rende ik of liep ik even naar de laptop toe. Vroeg ik of ze het nog een keer wilden zeggen en dan herhaalde ik het voor de rest van de groep. Wat ook een optie is dat je de chatfunctie gebruikt. Dan hoeven ze niet iets te zeggen, maar dan kunnen ze het antwoord in ieder geval de chat geven. En dat is zichtbaar op het scherm. Dus de studenten die in het lokaal zaten, die konden ook op die chat reageren. En die konden er ook weer wat mee doen. Wat helemaal grappig was, dat een van mijn studenten die in het lokaal zat, zijn laptop uit zijn tas haalde, vervolgens die openzette en ook op de link klikte. En dus zowel fysiek als online aanwezig was. Nou, daar moet je afspraken over maken, want die gingen dus ook hele flauwe grapjes in de chat zetten. Wat leidde tot hilarische momenten. Dus wees daar in je voorbereiding ook even bewust van welke afspraken maak je met je student in het lokaal en met je studenten thuis. En hoe gaan ze om met de chat? Hoe breken ze in? Hoe stellen ze vragen? Etcetera. Dus dat is echt een belangrijke tip om daarover na te denken in je voorbereiding. Wat er ook gebeurde, wat ik anders ga doen, ik moest eigenlijk redelijk veel op één plek stil blijven staan. Omdat ik anders uit beeld zou lopen. Dat is op zich niet heel erg. Het is ook wel fijn om een keer mij niet in beeld te hebben, dat snap ik ook wel. Maar dat voelde voor mij heel erg statisch. Dus ik wilde het anders doen. En nou begrijp ik dat wij een aal hebben, een uiltje. Een uil is een camera, is een 360 graden camera. Die volgt je, vandaar dat het een aal heet. En daar zit ook een speakerfunctie aan vast. Die kan je aansluiten aan je laptop. Dus dat zorgt er ook voor dat je het geluid van thuis meer in je lokaal hebt. En dat die je volgt. Dus je mag wat meer lopen, je kan wat meer lopen. Altijd de rekening houden met de regels die er zijn, natuurlijk. Voor mij is het heel prettig om rond te kunnen lopen. Want zoals je dus nu ziet, ik zit en beweeg vrij veel terwijl ik nu zit. Nou kan je je voorstellen, als ik sta, dan beweeg ik ook vrij veel. Maar dat maakt je les dynamischer. Dus dat is iets waar ik mee ga experimenteren. Morgen dan geef ik mijn derde hybride les. Tweede aan deze groep. En dan heb ik daadwerkelijk die aal. Dus daar ga ik dan ook weer mee experimenteren en kijken hoe dat werkt. Daar hebben jullie nu niks aan, want daar kan ik het verhaal niet over vertellen. Maar ik zal kijken of ik er nog iets over kan delen op een later moment. Dat is mijn ervaring tot dusver. Wat ik merkte was dat ik ook heel hard ging praten. Ik weet niet waarom, maar dat deed ik. Dus daar is ook iets om voor mezelf over na te denken. Hoe gebruik je je stem? Denk weer even na hoe je die inzet tijdens je lesgeven. Dat zijn allemaal punten die ik meeneem in mijn volgende sessie. Om daar in mijn rekening mee te houden. Ik kan me voorstellen dat het een heel logisch iets is. Dat je harder gaat praten omdat je weet dat jouw laptop is. Daar zit een microfoon. Stel je zit daar een stukje vanaf. Ja. Dan ga je natuurlijk een beetje overcompenseren misschien om het geluid daar te krijgen. Klopt.
Dus dat is ook iets om mee te nemen. Ik heb thuis nu een podcastmicrofoon, zodat ik thuis ook niet hoef te schreeuwen in die laptop. En ik wil niet de hele tijd met van die oortjes in mijn oren zitten, dat wordt vervelend. En dat zorgt ervoor dat je wat op een normaler volume kan praten. Ja. En die microfoon kan je ook meenemen en gewoon op de lessenaar neerzetten. Zodat je daar ook wat duidelijker bereik hebt, et cetera. Ja. Ja, dus er zit ook wel echt een technologisch component aan dit geheel. Ja. En misschien is dit ook wel een mooi moment om de toehoorders erop te wijzen dat jij als docent kan ook extra materiaal reserveren en hulp aanvragen voor het creëren van zo'n hybride leslokaal. Jasper heeft het gehad over een aul. Ja, zo'n aul kan je reserveren. Dat kan je doen via de A tot Z lijst voor de medewerkers. Klik je op audio en video. En daar staan dan de verschillende afdelingen en de verschillende contactgegevens en hoe je die apparaatjes kan reserveren. Jij hebt het volgens mij de eerste keer gedaan met de laptop, toch? Ja. Laptop open. Ja. Was die kwaliteit, want dat is natuurlijk waar docenten misschien nu over nadenken. Hoe ga ik de moeite doen om al die technologische uitdagingen ook aan te gaan? Of is bijvoorbeeld de laptop openklappen, was dat voldoende qua kwaliteit? En dat is misschien een beetje een lastige vraag, maar vond jij het voldoende van kwaliteit? Ja, het was net voldoende, zeg maar. Okay. Het is wel voldoende om te doen. Mm-hmm. Dus als je niet heel veel wil bewegen en er wil staan en met je student in gesprek kunt gaan en daar samenwerkingsopdracht wil doen, dan het kan wel. Ja. Dat is op zich geen probleem. Dus ja, die mogelijkheid is er. Dus als je de versie die ik nu gebruikt heb, is voldoende voor je les. Ja. Maar wil je meer, dan moet je daar echt over nadenken en echt dingen voor maken. En wat al gezegd werd in de tips, je voorbereiding is key. Dus een gedegen voorbereiding waarbij je echt nadenkt over je technische middelen is heel belangrijk. Maar ook, welke samenwerkingsvormen ga je gebruiken? Mm-hmm. Wat ga je vertellen? Is het puur kennisoverdracht? Dan heeft een hybride klas niet heel veel meerwaarde. Maar wil je samenwerken? Kan je een voorbeeldje geven van zo'n samenwerkingsopdracht die je gedaan hebt en hoe je dat hebt bedacht allemaal? Nou ja, wat ik had, omdat ik aan het proberen was, vond ik het heel lastig om daar echt uitgebreide samenwerkingsopdrachten in te zetten. Het was nu testen, kijken welke mogelijkheden zijn er. Maar nu nadenkend zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou ja, ik laat mijn studenten hun laptop meenemen. En ik vertel mijn verhaal en vervolgens laat ik ze in breakout rooms met studenten die thuis zitten samenwerken. Waarbij de student die in het lokaal zit dan vervolgens ook als presentator kan fungeren zodra ik dingen ga terugvragen. Dus die samenwerkingsvorm is er heel sterk in. Dan moet je wel nadenken over wat je studenten daarvoor nodig hebben om dat succesvol te kunnen doen. Ze moeten oordopjes in zodat ze elkaar goed kunnen horen en niet afgeleid raken door de ruimte eromheen. Ja. Maar dat is overigens wel een hele goede manier van samenwerken, om ervoor te zorgen dat er toch samengewerkt wordt en jij als docent zijnde ook kan horen en zien wat ze aan het doen zijn. Ja. Dat is in breakout rooms kan dat ook, hè, omdat je af en toe langs kan lopen. Als je Brightspace gebruikt en dan een virtual classroom, dan heb je ook de optie voor breakout rooms en dan kan je eavesdroppen, zoals we dat noemen. Maar zodra, dat kunnen ze zien en zodra je weg bent, dan kunnen ze het weer ergens anders over hebben. Niet heel erg. Maar nu heb je continu dat je ze hoort en ziet. Dus je kan ze ook heel goed aan het werk houden en aan het werk zetten. Komt er eigenlijk een hele nieuwe dimensie bij de werkvormen die je tot je beschikking hebt, zeg maar, als je hybride gaat werken. Ja, absoluut. Maar dat betekent natuurlijk ook, en dat zei ook al, hè, dat als je het fijn vindt, moet je gaan scripten. Dat voel ik voor de beginnende docent, hè, of laat ik zo zeggen, de docent die voor het eerst een hybride les gaat doen. Dat is best wel wat werk om eigenlijk die nieuwe mogelijkheden te gaan gebruiken. Na te denken over wie, wat, wanneer. Hoe ga je oogsten? Hoe ga je die instructie duidelijk geven? Dat kost best wel wat voorbereiding. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je het in eerste instantie klein gaat beginnen. Mm-hmm. In het klein gaan experimenteren. Bij wijze van spreken met een afstudeergroep waarbij een deel fysiek en een deel online aanwezig is. Ja, dat voelt ook wat prettiger voor je om klein te beginnen. En dan kun je kijken, goh, wat werkt wel, wat werkt niet. Dan hoef je het misschien ook niet heel specifiek te scripten. Dan kun je alvast wel werken kan je alvast wel experimenteren met werkvormen. Waarbij een student die bijvoorbeeld fysiek aanwezig is, communiceert met een student die online aanwezig is. Of je maakt juist twee groepen. Groep A, studenten die fysiek aanwezig zijn. En groep B, de studenten die virtueel aanwezig zijn. En die kunnen dan vervolgens de bevindingen van een bepaalde opdracht weer met elkaar delen.
Ja, ik zie, ik heb de chat openstaan op mijn laptop. Ik zie dat er een vraag binnen is gekomen van Peter. Kan je die vraag misschien even introduceren, Peter? Ja, zeker. Dank je, Ties. Ja, het is nu aan de orde eigenlijk. Okay. Hoe betrek je online studenten goed bij die groepsopdrachten? Dat lijkt me de grootste uitdaging die er is. Ja, absoluut. Dus die heb jij eigenlijk al een voorzet voor gegeven. Dus experimenteer. Kijk hoe je op een voor jezelf behapbare manier kan gaan oefenen om die groepsopdrachten op te zuigen. En je gaf ook al een voorbeeldje van bijvoorbeeld afstudeergroepen, maar ook groep A en groep B. Heb je nog meer tips voor docenten? Wat ook nog wel leuk kan zijn, is dat je bij wijze van spreken die studenten, als je ze in een groep hebt gezet, en of dat nou 2 personen of 5 personen is, dat laat ik even in het midden, dat ze gezamenlijk bijvoorbeeld aan een whiteboard werken, waarin ze hun resultaten opslaan. Mm-hmm. En dan zou je dat whiteboard aan het eind ook aan elkaar terug kunnen presenteren. Dus dat vind ik zelf nog wel een hele leuke manier om dat te doen. En ja, daar heb je allemaal verschillende programma's voor, maar heel simpel biedt Microsoft Teams daar ook mogelijkheden. Wij hebben hem sinds een tijdje wat aanstaan, dus ik gebruik het zelf ook wel in mijn lessen, de whiteboards. Ja. En nu laat ik inderdaad studenten digitaal presenteren, maar je kan natuurlijk in een hybride setting kan je dat ook nog steeds doen. En dan heb je gewoon bijna de keuze wie het presenteert, als de audio goed werkt. Hè? Ja, als dat, dan kan gewoon kan iedereen meeluisteren. Ja. Hey, als we het over audio hebben, heb ik ook nog een keer iets leuks gezien wat ik je nog even mee wil geven. Ik weet niet of jullie dat hier hebben bij HWA, maar er bestaat ook zo'n soort dobbelsteen waar een microfoon in zit, een soort speaker. En die kan je dan naar een bepaald groepje die fysiek aanwezig is toegooien, zodat die heel goed verstaanbaar zijn, ook voor de virtuele studenten. Ja, leuk. Die heb ik wel eens ingezet tijdens een hoorcollege. Ik geef nooit meer hoorcolleges, ik ben er helemaal voorbij, maar in het begin van mijn carrière heb ik dat wel gedaan. Zat ik in een groot lokaal en gooide ik die dobbelsteen alle kanten op. Ja, dat is heel erg leuk om te zien. Goed, ik zag Peter een klein beetje in beweging komen. Dat betekent dat er een goede vraag is binnengekomen. Peter, wat heb je gezien? Sorry Ties dat ik even wat zat te zwaaien. Ja, er is één vraag die ik echt wel heel super vind. Heel relevant voor de HVA ook. Want we hebben het nu over hybride werken. De urgentie is duidelijk, de aanleiding. Ja. Maar hoe gaat dat straks als corona weer voorbij is? Houden we dit er dan in? Ja. Ik vind het wel een leuke vraag om aan jou te stellen, Jasper. Zeg maar, zie jij de potentie, hè, ook als corona voorbij is, ben jij dan enthousiast over dit format om het te blijven gebruiken? En misschien ook wat algemeen? Ja en nee. Ik ben altijd bruut eerlijk. Het is heel spannend en een beetje eng, dus het is lastig om te zeggen dat ik het er vol in zou willen zetten. Maar ik zie er zeker wel kansen in. En dan met name voor de studenten in de deeltijd bijvoorbeeld, die niet altijd tijd hebben om fysiek naar de HVA te komen. Of studenten voor wie het echt heel moeilijk is om fysiek naar de HVA te komen. Om wat voor reden dan ook. Hè. Dus als we geen pandemie meer hebben, blijven er studenten en groepen die voor wie dat ingewikkeld is en voor wie dat lastig is. En daar biedt dit een uitgelezen kans voor. Waarbij je kan zeggen, ik volg mijn les thuis. Omdat het interactief is en kan zijn, word je ook betrokken bij het onderwijs. Alleen doe je dat vanuit de veilige omgeving waar je in zit. Dus dat zeker, zou ik zeggen, ja, houd het dan vast. Houd het gewoon überhaupt vast. Ook voor studenten die op dat moment er niet kunnen zijn, die op dat moment de les niet kunnen volgen. Daarbij is het heel prettig om eigenlijk een hybride les later op een later moment terug te kunnen kijken. Dus je zou kunnen zeggen, ja, je maakt kennisclips. Dit zijn ook hartstikke mooi en heel goed als het gaat om alleen maar input geven. Maar die interactie die je ziet en die je op een later moment terug kan krijgen, die is heel erg waardevol. Omdat je dan ook kan zien wat er gebeurt in het denkproces, in het brein van de docent, maar ook in het brein van de deelnemers van zo'n hybride les. Sociaal leren komt dan weer naar voren. Ja. Mag ik daar nog een concreet voorbeeld van geven, hoe dat dan ingezet zou kunnen worden in zo'n situatie? Het zou namelijk ingezet kunnen worden, zo'n hybride klasroom, dadelijk na deze pandemie, door bij wijze van spreken. Denk even aan studenten die op dit moment aan het afstuderen zijn. Die zijn mogelijk aan het afstuderen in andere landen dan Nederland. Een deel daarvan zijn wel in Nederland aan het afstuderen en die hebben wel behoefte aan die sociale interactie. Die hebben ook behoefte aan dat nabijheid en die verbondenheid met de hogeschool. En dan zou je dus een setting kunnen creëren waarbij de studenten die in Nederland wonen, et cetera, aan het stage lopen of afstuderen zijn, fysiek aanwezig zijn. En de studenten die net even stage lopen, waar spreken in het puntje van Groningen,
terwijl je hogeschool in de Randstad zit. Of in een internationale context ook kunnen participeren. En het mooie van zo'n proces is dat je daarmee ook die ervaringen met elkaar kunt gaan uitwisselen. En ik denk dat je dan met de studenten die fysiek aanwezig zijn ook een bepaalde dynamiek kunt creëren die je in een online setting wat lastiger kunt organiseren. Ja, maar wat ik daar ook weer achter hoor is dus ook, dan speelt cohesie weer mee. En dan speelt ook het onderdeel uitmaken van een groter geheel speelt mee. Ja. En waar die internationale studenten vaak in intervisie een apart groepje zijn. Weet je wel, wat ook qua tijdzones en zo een beetje moet kloppen natuurlijk, hoe ze samen zitten. Biedt een hybride klaslokaal de mogelijkheid dat ze meedoen. Klopt. En ik kan me best voorstellen dat als je nog niet eerder met een hybride klaslokaal hebt gewerkt, om dat dan na de pandemie in te zetten, dat misschien ingewikkeld is, omdat je dan een drempel over moet. Maar je kan die drempel nu dus heel erg goed overgaan en die ervaring gaan opdoen in de situatie waar de noodzaak nog echt veel hoger is. Ja. Dus ja, dat raad ik mensen, raad ik docenten ook echt wel aan. Ga er gewoon eens mee experimenteren. Ja, en als je het hebt over dat experimenteren, je hebt het verhaal ook gehoord van Jasper. Gewoon met het laptopje open en gaan met die banaan. Zijn dat ook de verhalen die jij hoort bij andere hogescholen? Of bijvoorbeeld ook bij InHolland, hoe daarmee gestart wordt? Ja, zeker ook op die manier. Mm-hmm. Wat ik daar nog in mee wil geven, en dat heb ik net ook al kort genoemd, is het gebruik van het whiteboard. Want op het moment dat jij als docent erg geneigd bent om gebruik te maken van een whiteboard, dan betekent dat in zo'n hybride setting je er één voor moet zorgen dat whiteboard ook daadwerkelijk zichtbaar is voor de studenten die virtueel participeren. Maar dat kun je ook op een andere manier organiseren. Dus door het online whiteboard te gebruiken van bij wijze van spreken Microsoft Teams, wat ook voor de studenten thuis en voor de studenten die fysiek aanwezig zijn, zichtbaar zijn. Want dan kun je dus projecteren op het scherm. Ja, want je zag, ik werd afgeleid omdat ik ook dacht van ja, je had in het begin van je presentatie ook zo'n mooi fotootje met al die schermen die daarachter stonden veel. En dat heeft niet per se nu met het whiteboard verhaal te maken, maar meer, dan kan me voorstellen dat als continu dat plaatje wordt laten zien bij als we het hebben over hybride leren, dat docenten dan denken, oh mijn god, wat haal ik me op de hals als aan de achterkant van het klaslokaal 12 schermen zouden moeten staan met de hoofden van mensen erop. En ik vind het wel mooi om te horen in dit webinar dat het eigenlijk een stuk toegankelijker is dan dat veel mensen misschien bij voorbaat denken. Dus dat de laptop in principe een goed basismiddel is om te gaan experimenteren en om die eerste stap te gaan zetten. En dat je ziet dat Jasper eigenlijk ook al lerende de stap maakt van oké, en ik wil mijn audio wat beter, dus ik neem een microfoon mee. Joh, ik wil eigenlijk wat meer gaan bewegen in het klaslokaal, dus ik ga die al maar eens uitproberen. Ja. En nogmaals, als je daar bij die stappen dat je denkt van nou, dat vind ik toch wel spannend om dat te gaan doen, zorg dan dat je dan contact opneemt met via de A tot Z-lijst met de juiste ondersteuningsteam, wat je verder kan helpen en waar je apparaten kan reserveren. En die, ik denk dat die ook met alle plezier met je meedenken hoe je dat gaat toepassen. Hoe is jouw ervaring? Want heb jij die al gereserveerd? Ja, dat was binnen no time gelukt. Dat reserveren, dat was inderdaad de A tot Z, ICT-ondersteuning. Nou, er staat keurig een lijstje met de dingen die je kan reserveren. Nou, ik dacht, hé, die AAL, daar heb ik over gehoord. Die reserveer ik. Dat doe ik voor deze week en al meteen voor de volgende optie. Dus ja, morgen kan ik die bij de servicebalie ophalen. En volgens mij kan ik zelfs aangeven of ik hulp nodig heb met het installeren van dat ding. Ja, en daar kan je gewoon gebruik van maken als je daar behoefte hebt. Dan komen ze met alle plezier doen. Ja. Goed, ik hoor Peter driftig typen. Ik denk dat het weer een mooi moment is om te kijken of er nog interessante vragen zijn. Peter, zijn er vragen die we mee kunnen nemen in het gesprek? Ja, er is er eentje. Die borduurt voort op de vorige vraag waar jullie het over hebben gehad. Maar de vervolgvraag daarbij is van ja, maar als wij straks na COVID zijn en studenten kunnen ook online deelnemen. Op basis van welke criteria laten we dat toe? Dat is een goede vraag. Dat is een goede Want het is didactisch gezien minder gewenst. Ja, dus stel je maakt het een standaard onderdeel van een bepaalde leslijn. Of je zegt van nou, wij gaan dit in onze opleiding doen. Hoe laat je studenten die afweging maken of ze digitaal of niet digitaal meedoen? Ik denk dat het afhankelijk is van welk doel wil je ermee bereiken. Mm-hmm. En dat afhankelijk van het doel wat je ermee wil bereiken, dat het dan dus belangrijk is dat je ook gaat bepalen van als dat werkelijk, en dat je bijvoorbeeld ook van tevoren kunt zeggen, klas A en B participeren virtueel en klas C en D participeren fysiek of groep.
Ja, dat zou dus dat je daar regie op pakt als ja, docent. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. Of je kunt studenten zelf laten aangeven, zich laten inschrijven wie er fysiek of online wil participeren. Maar nogmaals, het gebruik van zo'n hybride klasroom moet wel aansluiten bij het doel wat je er uiteindelijk mee wil bereiken tijdens je les. Hè? Want na de pandemie, ik verwacht dat online onderwijs na de pandemie gewoon op een hele goede manier benut kan worden. Ja. Maar dan in blended vorm. Ja. Dus dat we ook de juiste afweging maken van wat kunnen we nou online inzetten. En wat kunnen we nou eigenlijk in een fysieke context gaan oppakken? Ja. Kijk, en daar moet je ook keuze maken afhankelijk van wat je wil bereiken met je onderwijs. Ja. En ik denk dat hetzelfde geldt voor het gebruik van zo'n hybride classroom. Ja, ik hoor jou instemmend. Nou ja, het grappige is dat ja, natuurlijk, het is alles heeft een kwestie van wat is nou het doel van je les die je op dat moment geeft. Dus op basis daarvan bepaal je wat je wil hebben. Het meest grappige is toen ik aan mijn studenten vertelde dat ze weer in ieder geval een select groepje weer op de HVA mocht zijn. Dat ze toen gingen dringen om te vragen wie als eerste door de deur mocht. Dus er is in ieder geval bij deze groep, bij mijn eerstejaars, maar bij mijn vierdejaars ook, zeker de behoefte om er te zijn. Dus hoe maak ik die afweging? Ja, ik ben gewoon willekeurig gaan invullen. Ik heb een Excel-sheetje gemaakt en gewoon 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En op basis daarvan heb ik zelf bepaald wie er de ene les fysiek mocht zijn en wie er dan de rest dus thuis zat. En dat om en om gedaan. Nou ja, als dit zo standaard is en je hoeft die keuze niet te maken, dan is het een kwestie van hoe je het wil aanbieden. Dus wat voor een les ga je aanbieden en hoe belangrijk is het voor je dat bepaalde studenten er zijn? Dat zijn ook afspraken die je met ze maakt. Ja, het blijft altijd zo dat studenten wel of niet bereid zijn om er te zijn, maar dat is nu in een fysieke les ook. Ja. Je begint, mijn ervaring is dat ik altijd aan de start van het jaar begin met 30 studenten en aan het eind van het jaar zijn er 20. En dus er zijn er 10 die ermee stoppen of gewoon niet meer opkomen dagen of wat dan ook. Dus ja, zo, dat zal hybride niet heel anders zijn. Nee, en dat zal je dan ook misschien merken in wie ervoor kiest om online en wie ervoor kiest om fysiek aanwezig te zijn. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat voor studenten die een enorme reistijd hebben, dat die sneller zullen kiezen om hybride te zijn. En dat is heel volstrekt logisch. Ja. Dat zou ik wel zelf ook doen. Dus ik kan ze dat niet kwalijk nemen. Nee, en als je dat dus accepteert en eigenlijk gewoon misschien wel omarmt, dat je zegt, goh, voor die mensen bieden wij ook de mogelijkheid. Ja. Dan heeft dat een heel ander sausje, een heel andere frame. Ja. En wordt er misschien ook op een heel andere manier gebruik van gemaakt. Zeker. Ja. Ja. Hey, inhoudelijk merk ik dat we volgens mij een beetje zo richting een afronding gaan. Okay. Peter, ik check nog één keertje bij jou. Zijn er nog dingen binnengekomen die... Nee? Nee. Oké. Wat mij betreft kunnen we hem dan gaan afsluiten. Ik wil jullie eigenlijk wijzen op digitaalonderwijs.mijnhva.nl. Daar staat extra informatie over hybride onderwijs. We hebben bijvoorbeeld als team van DLO Innovatiepartners zijn er mensen die een sway hebben gemaakt. Dat is een soort webpagina met allerlei tips en tricks en scenario's die je kan gebruiken. En ook linkjes naar ondersteunend materiaal. Zoals ik al zei, de A tot Z pagina voor medewerkers is handig om even op te zoeken. En dan audio en video op te klikken om apparatuur te reserveren. En te zorgen dat je equipped bent om aan de slag te gaan. Maar zoals we al merkten in het verhaal van Jasper, het kan ook toegankelijker. Je kan in principe al beginnen met je laptop en Teams open, koppelen aan het scherm in je klaslokaal en gaan met die banaan. Dus misschien is dat ook de boodschap die ik vanuit jullie door wil geven. Wat ik aan de ene kant hoor is van durf te experimenteren, maar leg die lat niet te hoog. Volgens mij, zoals jij een keertje in de voorbespreking hebt gezegd, wees ook lief voor jezelf. Dus pick your battles. Kijk wat je hybride wil gaan experimenteren en hoe je dat wil gaan doen. En ik denk dat het heel mooi is om te zien die growth mindset die Jasper op een gegeven moment benoemde. Durf te leren als docent ook. Durf hiermee te gaan experimenteren. Ook als groep docenten. Je hoeft het natuurlijk niet alleen te doen. En wissel je ervaringen daarin in uit. Om te kijken hoe we met z'n allen als HVA, maar ook buiten de HVA kunnen gaan leren. Hoe hybride onderwijs beter kan worden. Dus dank voor jullie aandacht. En volgende week hebben we een volgende webinar. Ik zou het bijna vergeten. Dat gaat over tips van studenten voor docenten. Ik denk dat dat een heel interessant webinar is om te volgen voor docenten van de HVA. Wat kunnen wij nog doen om ons onderwijs beter te maken vanuit het perspectief van de studenten? Die komt volgende week op donderdag, ook om 12 uur. Dus zorg dat je erbij bent. Dank jullie wel voor de aandacht.